Goedendag dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben vandaag zaterdag 29 oktober 2022 te gast bij DVSA op de Burgwal te Amerongen voor de derby tussen DVSA en Oranje-Wit uit Elst-Utrecht. Voor me heb ik staan Niels Visser van Oranje-Wit. Goedemiddag Niels, ik heb nog een aantal vragen voor je. Hoe ben je zo bij Oranje-Wit terechtgekomen? Nou, ik kom al wel een jaartje of 20 denk ik bij de club zelf. Omdat er veel vrienden van me zitten. 3 jaar terug toen kreeg ik toch een dringend verzoek om te komen helpen. Omdat de club eigenlijk min of meer op omvallen stond. Er was weinig structuur in de club. De eerste helft wat totaal niet liep. En toen ben ik samen met een vriend van mij ingestapt om Oranje-Wit te gaan helpen. Ja, dat is wel een goed gebaar, een leuk gebaar. Heb je nog een langdurig contract of bekijken jullie het per seizoen? Nou, overal waar ik werkzaam ben teken ik voor 1 jaar. En is het goed, dan is het goed. En dan is verlengen vaak een logische optie. Maar nogmaals, vrijheid, blijheid, dus ik teken eigenlijk altijd voor 1 jaar. Ja. En wat is je doelstelling in deze 5e klasse? Nou, doelstelling is eigenlijk gewoon zorgen dat we top 5 spelen. Moeten ook niet voor weglopen. De competitie gaat zich settelen hè, nu na een wedstrijd 5, 6, 7. Ja, ik heb wat tegenstanders gezien. Ik ben ervan overtuigd dat wij echt top 5 moeten kunnen spelen. Dus dat is volgens nog de doelstelling. Ja. En kun je vanmiddag aantreden met je sterkste basisopstelling? Slechts 1 speler mis ik, maar goed, die missen we langdurig. Dat is Luca Masselink, zit voor studie in Indonesië. Voor de rest treden we vandaag aan met een compleet elftal, dus dat is prima. Ja. En wat verwacht je verder van de wedstrijd tegen DVSA? Ja, wel leuk. Collega trainer William Bouwman, hier begonnen dit jaar. We moeten ook bouwen aan een nieuw team, veel jonge jongens. Herkenbaar wat ik in het eerste jaar aantrof bij Oranje-Wit. Veel jonge jongens, dus die moeten echt veel minuten maken om te ontwikkelen. Ja, ik vind, wij zijn nu 2 jaar bij elkaar. De groep die vroeg om wat ervaren spelers, nou, er is wat meer ervaring bijgekomen. Plus de minuten die de spelers al gemaakt hebben in de afgelopen jaren. Denk ik dat wij hier wel de favoriet zullen zijn. Maar goed, het gaat over 90 minuten en eerst maar eens kijken wat de wedstrijd brengt zo meteen. Ja, nou, hartelijk bedankt voor het interview en heel veel succes. Goedendag, voor me staat William Bouwman, de trainer van DVSA. En voor William had ik dezelfde vragen als voor Niels. Dus daar gaan we. William, hoe ben je zo bij DVSA terechtgekomen? Ik ben bij DVSA terechtgekomen door 2 jongens die mij hebben gevraagd om hier trainer te worden. Die jongens die kende ik van een eerdere training waar ik de jongens in de GV 17-1 heb getraind. En zij zochten een trainer en ze zei, joh, ik weet nog een goede trainer. En zo is de bal gaan rollen. En ben ik bij DVSA terechtgekomen. Met de gesprekken goed gevoel gehad en zodoende doorgegaan. Ja. En voor hoe lang heb je hier getekend? In principe heb ik getekend voor 1 jaar, maar de intentie is om langer met elkaar door te gaan. We hebben een bepaald doel voor ogen waar we toe willen werken. Ja, dat kunnen we niet in 1 seizoen realiseren, dat weet de vereniging, dat weten wij. Maar ja, het is een jong team, dus we gaan daar aan werken en hopelijk een wat langdurigere relatie aan. Ja. En wat is jouw doelstelling in de 5e klasse? Ja, mijn doelstelling is denk ik zoals elke trainer in de 5e klas. Het is een nieuwe klas en we willen daar zo snel mogelijk uit. Ja. En we willen daar natuurlijk met mooi voetbal, met goed voetbal, ook laten zien dat we er klaar voor zijn. En lukt dat niet, dan zal het op dit moment niet zo zijn. Maar goed, we gaan er alles aan doen om zo snel mogelijk uit de 5e klas te komen. Om weer nog aantrekkelijker te worden voor ook andere spelers. Om zo ook in de breedte in selectie te gaan groeien. Ja.
En kun je vanmiddag aantreden met je sterkste basisopstelling? Niet helemaal. Ik heb een speler die komt terug om te shuren, dus die gaat niet starten. Ik heb nog één speler geblesseerd, een basisspeler, die voetbalt helemaal niet. Maar goed, we hebben goede vervangers op die plek kunnen invullen, dus we gaan het zien. Ja. En wat verwacht je verder nog van de wedstrijd tegen Oranje? Ja, het is natuurlijk een derby. En een derby brengt altijd extra spanning met zich mee. Ik durf ook nooit een voorspelling te geven voor derbies. Het is gewoon lastig. Hetzelfde als met een Dovo GV bijvoorbeeld. Ja, ik durf daar nooit een voorspelling op te geven. Het kan alle kanten op. Maar het kan alle kanten op. Ik hoop dat het een mooie sportieve pot gaat worden. Ja, dat hoop ik ook. En bedankt voor het interview. Graag gedaan. Ja, ik heb het ook.
Ik ben er niet!
Thank you.